Het parlement is vandaag in huishoudelijk verband bij elkaar gekomen om zich te buigen over de conceptwet uitzonderingstoestand. Deze wet geeft de regering de ruimte enkele dringende maatregelen te treffen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. De regering wil een burgerlijke uitzonderingstoestand voor 3 maanden afkondigen. Het parlement kan deze termijn 1 keer voor dezelfde duur verlengen. De maatregelen die genomen zullen worden, hebben onder andere te maken met het aanwijzen van gebouwen, terreinen en andere gelegenheden die niet op dat moment in gebruik zijn als quarantainefaciliteiten. Ook zal de burgerij richtlijnen ontvangen over haar bewegingsvrijheid en sociaal-maatschappelijke en economische activiteiten. De wet geeft de regering ook de ruimte financiële en materiële ondersteuning te bieden aan burgers en bedrijven die door gedwongen stopzetting van hun activiteiten hun inkomen verliezen. De conceptwet wordt morgen in het openbaar in behandeling genomen.